Nou, we gaan vandaag tekenen de mensfiguur in flow vanuit de ruggengraat. Je begint met horizontale lijnen te tekenen op een tekenvelletje, lekker vrij uit de hand. Dan heb ik hier even wat losse golvende lijnen ontstaan. En vervolgens ga je op één van die lijnen 8 puntjes zetten, waarmee je dus 7 vakjes krijgt. En dan ga je in het bovenste vakje een hoofdje maken. Dus maak je even de schouders, zet er even een beetje aan waar die armen ongeveer moeten komen, waar de taille is, die is ongeveer op de helft. En dan verdeel je zo. Dan zet je er even heel vrij, lekker in, nog steeds van die golfachtige bewegingen, zet je een figuur daarin. En bij de volgende doe je dat ook en die ga je werken met de paperclip methode. Weer eerst een bolletje maken, weer een hoofdje. En je geeft ongeveer weer de armen aan. Nou, ongeveer op de helft van, van de lijn, dus op 3,5 vakje zit ongeveer het midden. Dan maak je de taille een beetje. Dat betekent ongeveer waar je misschien iets van benen wil gaan maken. En vervolgens ga je daar een soort ovaal in tekenen. Een ovaal. Komt die? Kijk, een soort ovaal. Dat is dan een bovenbeen. Nog een ovaal. Ook een bovenbeen. En dan het onderbeen. Die overlapt die bovenste ovaal. Als een ovaal, als een paperclipje. Dan een voetje eronder. En bij de armen doe je dat ook. En je kunt begrijpen dat je zo'n paperclip alle kanten in kan laten gaan. Dus nu gaat deze gaat omhoog. Handje gaat de andere kant op. Hier weer een paperclip helftje. En daar komt de andere. Die gaat ook een beetje naar voren. En een handje erop. En vervolgens ga je dan langs dat paperclipje de lijn aangeven van zo'n arm. Zo langs het paperclipje. En dan kun je straks de rest laten vervallen. Kijk, weer langs de arm. En dan krijg je het handje. Een handje is een wandje. In dit geval. Het hoeft allemaal niet heel precies. Het gaat vooral ook om die lekkere soepele beweging. Val je een beetje, heupje. Ja, nou, hier komt hij een beetje anders uit, de paperclip. Daar ook even aanzetten, voetje eraan. Ook weer het voetje eraan. Oké. En dan het rokje. Halsje. En dan staat hij er eigenlijk al. Het gezichtje nog even aangeven. Nou, dus kijk een beetje naar de buitenkant. Haren erbij. Nu ja. Lekker los ook weer. Ja. En zo staat ze er in feite. Nou, dan krijg je nog een patroontje op de jurk. Een kleurtje erbij. En dan heb je eigenlijk al een leuk figuur vanuit de golvende ruggengraat, vanuit de flow getekend. En deze pakken we helemaal lekker vrij op. Lekker gewoon even hup, 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 langs, overal langs, een jurkje erbij. En gewoon, dit is ook heel leuk om met kinderen te doen. En dus de haren nog een beetje aanzetten. En ze zou het nog verder kunnen gaan versieren natuurlijk. Kijk, hier zie je een schets van nog een paar van deze soort van figuren. En deze zijn helemaal uitgewerkt met pastelpotlood.